Ja, Lucinda, ik heb het idee dat jij wel eens makkelijkere veldritten hebt gereden. Nou, er is geen enkele veldrit makkelijker, maar het ging wel eens beter, ja. Vertel, wat was jouw verhaal van de wedstrijd? Een beetje achter de feiten aan. En ja, niet helemaal mijn ding. Nee, ik zag dat je begin toch 2,5 ronde nodig had om helemaal vooraan te komen. Is dat, weet je dan al van, ja, daar verspil ik zoveel energie, dat gaat misschien later lastig worden? Nee, dat hoeft op zich niet. Maar ja, het is gewoon niet, ik kan niet helemaal mijn ding kwijt hier. Vond ik wel lastig. En het is nooit goed inderdaad om achter de feiten aan te lopen natuurlijk. Op zich kon ik wel gewoon terug daar komen. En denk dat ik een heel goed duel heb uitgevochten de laatste ronde. Alleen kon ik niet mijn kant op trekken. Is het dan extra zuur dat dat dan juist in de achtertuin van trek is? Het zou wel leuk zijn om hier een keer te winnen, ja. Maar de carrière is nog niet voorbij, hè. Dus wie weet. We zagen wel nog even jouw echte signature in die slotronde proberen op de grote macht het gat te maken, maar het was lastig. Ja, dat zeg ik. Het is hier gewoon heel lastig. Het is nou niet echt extreem zwaar doordat het zo snel ligt. Ja, niet dat het ineens een heel makkelijke ronde is, maar het is gewoon relatief goed volgen. En ja, dan zit het hem in hele kleine dingetjes. Fayette veel grotere kansen. Sorry? Zeg in Fayette veel betere kansen. Ja, dat weet ik niet. Als het daar net zo droog is, dan is het ook een heel snelle ronde. Dus dan wordt het er niet ineens heel makkelijker op. Hoe goed kun jij Wilhelmus zingen? Ja, ik kan dat best wel goed, maar ik denk niet dat ik de mensen daar een plezier mee doe. Ze waren hem even kwijt, hè? Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Je weet bijna zeker dat er een Nederlands gaat winnen hier. Ja, ik denk dat er een flinke kras is op in is gekomen de al die jaren. Dat hij is een beetje grijs gedraaid. Dankjewel.